Ja, het is een bijzondere dag vandaag geweest, 11 september 2011. 10 jaar geleden vlogen 2 vliegtuigen zich in de Twin Towers. En dat was eigenlijk het begin van een hele keten aan ellende. En nou ja, dat was natuurlijk iets wat iedereen gezien heeft. Er is al heel veel over gezegd, maar ik wil toch even kort terugblikken op die dag. En dat doe ik samen met Niek van den Burg. Hij is 21, loopt stage in New York. Niek, goedenavond. Of goedemiddag voor jou, hè? Ja, het is nou 16:15 of zo, dus... Middag, ja. Jij bent al een heel poosje in New York aan het stage lopen. Waar woon jij precies? Ik woon in Brooklyn, heet dat. Okay. En dan woon ik in de wijk, hoe heet dat, Bed-Stuy, volgens mij. Denk je dat je vanuit je huis de Twin Towers had kunnen zien? Nee, dat had ik niet kunnen zien. Oké. Nou, jij, waar ben je nu? Ik sta nu op Broadway en Park Avenue. En dat is vlakbij de Starbucks, de mensen die het kennen. Ja, downtown Manhattan. Ja, ik sta 2 blokken, laten we zeggen, van Manhattan af. Ja, ik bedoel van waar het geweest is. Ja. Je bent er geweest of was er niet bij te komen vandaag? Nou, het is sowieso helemaal afgesloten. Er staat een hek omheen. Maar ik ben er samen met mijn maatjes helemaal omheen gelopen. En het nieuwe gebouw kan je natuurlijk wel zien, maar het monument, het ceremoniemonument, laten we zeggen, die kan je helemaal niet zien. Nee, dat, ik begrijp dat dat vanaf deze week wel gaat gebeuren. Dat iedereen bij die grote bak kan komen waar al dat water naar beneden stort. Ja, morgen kan dat volgens mij. Ik vind het een heel mooi symbool. Ik ben even benieuwd, wij hebben vandaag naar de televisie gekeken en we hebben die beelden gezien van de herdenking. Het ziet eruit alsof iedereen daarmee bezig is, maar hoe ervaar jij dat bijvoorbeeld in je eigen wijk in Brooklyn? Nou, in mijn wijk, dat was heel anders, want vlakbij ons waar ik dus woon, daar zit dan een basketbaltoernooi voor de jeugd. Ja. Dus die hebben gewoon de hele dag gebasketbald. Mm-hmm. En tegenover mij er zit een soort van community voor Caribische mensen en zo. En die hebben gewoon fanfaren gehouden. Nou, dat voelt nou niet dat je zegt van, oh, wat zijn die nog bezig met deze dag? Nee, volgens mij ook niet. Maar ze zullen er wellicht wel stil bij hebben gestaan. Maar ik denk niet dat ze zijn er niet naartoe geweest of zo. Nee. Maar als je gewoon de vibe zou moeten omschrijven, als je nu rondloopt daar in die straten? Ja, het is als je daar gewoon loopt bij dat gebouw, dat is heel onwerkend. Want je loopt natuurlijk op een plek waar heel veel ellende is gebeurd. En dat voel je wel een beetje. Het voelt wel echt gewoon dat er iets heel ergs is gebeurd. Ja. Maar er lopen ook voornamelijk allemaal toeristen die dit allemaal willen zien. Dus dat is eigenlijk een beetje dubbelop. Ja. En op elke hoek staan natuurlijk politie. Er staan wel 5 politie op elke hoek. Dus het is wel heel goed beveiligd. Ja. De zaak is compleet dichtgetimmerd. Hey, ja, heb je zelf nog iets meegekregen van de herdenking? Oh ja, ik heb het op CNN gezien en dat was wel heel bijzonder, want dan werden gewoon die namen werden opgenoemd van de mensen die zijn omgekomen door nabestaanden. Ja. En dat was wel heel bijzonder, want er was een jochie en die was 10 jaar en die was op het moment dat zijn vader is overleden in het gebouw, zat hij in de buik van zijn moeder. Ze heeft nooit zijn vader leren kennen en dat grijpt je wel een beetje aan als je dat dan op tv ziet. Ja, krijgt in één keer een gezicht dan, hè? Ja, inderdaad, dan krijg je een nabestaansgezicht. Ja. Nou, deze dag is bijna voorbij. Jij blijft voorlopig nog in New York? Ja, tot eind januari, dus dat is nog wel even. Heerlijke stad om te zijn? Ja, het is echt prachtig. Echt een hele mooie stad. Er gebeurt altijd wel wat, of tenminste is altijd wat te beleven. Ja. Dat is heel mooi om te wonen. Nou, ik wens je nog heel veel plezier daar en dankjewel voor jouw kleine sfeerimpressie van vandaag. 9-11, 10 jaar na dato. Dankjewel, Niek. Ja, bedankt. Goeie avond. Hoi.